Ja, normaal gesproken zitten wij nu natuurlijk in de auto. Of staan we in de klas om een voorstelling te spelen. Maar daar gaat er voorlopig niet van komen. Dus in de tussentijd stel ik voor dat wij via deze weg contact met elkaar houden. En iedere dag stelt de een de ander een vraag. En dan geef je antwoord en stel je een nieuwe vraag. Dus ik was benieuwd wat op dit moment jouw favoriete gerecht is. Hey Kiek, nou niet zo'n moeilijke vraag, want wat ik dus lekker vind en waar ik dus nu extra veel tijd voor heb, is mijn specialiteit, mijn Italiaanse risotto. En dat heb ik dus gisteren gemaakt en heb ik ook extra veel van gemaakt, zodat ik er dadelijk ook weer van kan eten. Dus dat. En verder zijn we ook veel aan het experimenteren. Zo heeft mijn vriendin dit weekend vegetarische zuurvlees gemaakt. En dat mag ze nog meer mee gaan experimenteren. Maar het was best wel lekker, maar het kan nog wel wat lekkerder. Nou goed, mijn vraag aan jou is, wat heeft vandaag jouw aandacht getrokken waar je voorheen misschien voorbij gelopen zou zijn? In een steeds sneller wordende wereld is het nogal makkelijk om overal aan voorbij te rennen en niet meer echt goed te kijken. En als je dan stilstaat, zoals nu, dan zie je de dingen weer wat beter. Het valt mij bijvoorbeeld enorm op hoe mensen met elkaar omgaan. En of ze wel of niet de regels aan hun laars lappen. Het valt mij op dat, hele kleine dingen, dat op de vensterbank tomatenplantjes enorm goed groeien. Überhaupt dat dingen in de in bloei staan. Ik merk dat dan ook aan hooikoorts en ja, moet dan echt verontschuldigend niezen. De reactie daarop valt me dan ook weer op. Dat is echt heel verschillend. Het valt me op dat ik naar de kapper moet. Maar ja, als dat het belangrijkste is. Ik ben benieuwd naar of er iemand in het bijzonder is waar jij op dit moment heel veel bewondering voor hebt. Hey Kiki, je vroeg aan mij waar ik voor welke persoon ik in het bijzonder nu in deze tijd bewondering voor heb. En dat is toch wel, ook al stem ik geen VVD, Mark Rutte en de jongen en ook niet te vergeten Bruno Bruins, die nu helaas vroegtijdig heeft moeten stoppen. Maar die mensen staan echt voor een hele grote taak. En daar heb ik echt bewondering voor. Dus dat en zoveel verantwoordelijkheid heb ik in mijn leven nog nooit hoeven dragen. En ik hoop ook niet dat ik het hoef te dragen. Maar goed, mijn vraag aan jou is, we zitten natuurlijk nu in een periode dat we elkaar niet mogen knuffelen en mogen zien. Maar wie zou jij in deze periode heel graag een knuffel willen geven? Gelukkig heb ik dagelijks een klein knuffelbeertje waarmee ik nog mag knuffelen. Maar wie wij heel graag zouden willen knuffelen zijn ons neefje en nichtje. Die wonen in Brussel. Ja, daar kunnen we natuurlijk en niet heen. En knuffelen mag nog niet. En Oop, mijn vader, haar opa. Dat is natuurlijk in de risicogroep. Dus dat doen we ook even niet. Maar die missen we ook. Die willen we ook knuffelen. Ja, zo zijn er natuurlijk nog veel mensen. Maar dan knuffelen wij elkaar nog maar eens even een beetje extra. En soms droom ik wel eens vooruit. Waar zie jij jezelf over 5 jaar? Ik zou bijvoorbeeld heel graag een keer in een jeugdfilm willen spelen. Maar of dat gaat gebeuren, ik kan wel zeggen dat dat zo is, maar dat hoop ik dan. Dat zou mooi zijn over 5 jaar. Maar waar ben jij? Hoe zie jij jezelf dan? Wat ik over 5 jaar ga doen, ik zou het niet weten. Echt niet. Door dit virus leef ik echt in het moment en kijk ik echt niet verder dan een week. Dus ik hoop natuurlijk dat ik nog steeds mag doen wat ik vandaag de dag, of nou moet ik zeggen, een maand geleden deed. Dus dat, en ik hoop dat ik gelukkig en gezond mag blijven. Maar nee, dit virus laat me echt zien en echt voelen dat ik in het moment moet leven. En dat ik het echt per dag aankijk. Dat. En ik heb een vraag voor jou. Want, we krijgen ook volgende week te horen hoe het verder eruit gaat zien. Of dat we eruit mogen. En als we eruit mogen, hoe die 1,5 meter maatschappij eruit gaat zien.
En daar komen ook apps die ons gaan helpen. Hoe sta jij tegenover deze apps?